Ik had jullie er straks uitgelegd, inderdaad, de bovenste, op het bovenste zagen we de mensen die daar on stage, dus op het podium zijn, de zogenaamde sprekers. Volg die mensen ook gewoon. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om die een dynamiek te ontwikkelen van... We zitten nog in zo'n early stage dat de mensen die dat dan ineens gevolgd worden, dat die dat wel heel leuk vinden. En dat nu is het nog heel gemakkelijk om effectief ook die refollows te krijgen van oh, jij volgt mij, dan volg ik jou ook. Op Instagram is dat bijvoorbeeld al een gekend gegeven onder engagement pods. We gaan dat engagement aan. Ik volg jou, dus jij volgt mij. En dat is ook bijvoorbeeld een tactiek dat we vandaag de dag op Clubhouse zien, omdat hij effectief ook werkt. Naarmate natuurlijk dat je verder gaat, is het ook wel belangrijk om te weten van... Klopt dat wel voor mij? Ben ik geïnteresseerd in waar die mensen geïnteresseerd zijn? Of was het effectief gewoon maar volg om te volgen? Ik denk dat je dan toch wel daar een beetje inbouw moet gaan shiften. Maar zeker in het begin, voor effectief die aantallen naar omhoog te krijgen, is het een interessante tactiek om te proberen.